Vandaag een antwoord op de vraag van Jordi. Jordi moet regelmatig onverwacht overwerken. En onverwacht betekent dat hij eenmaal op zijn werk dat pas verneemt en opgedragen krijgt dat hij over moet werken. En daarop is hij dan qua voeding niet ingespeeld, want hij neemt gewoon een standaard hoeveelheid voeding mee voor een bepaalde lengte van dag. Zijn reguliere werkuren. Nou, omdat dit zo regelmatig voor is gekomen de afgelopen tijd en Jordi daar nadelen bij ervaart, want wat heeft hij gemerkt? Op het moment dat hij op zijn normale hoeveelheid voeding voor een reguliere werkdag probeert zijn werkdag met overwerken te voltooien, merkt hij dat hij aan het eind van de dag toch echt in die uren extra werk niet fatsoenlijk meer kan functioneren, niet goed meer kan concentreren. Ja, en dan zijn zijn werkzaamheden dus eigenlijk een beetje voor niks. Ook al is hij daar dan wel aanwezig, ja, dat is dan niet, dat zijn dan niet de meest productieve uren, beseft Jordi. Dus, omdat dit zo vaak onverwacht is voorgekomen en hij die nadelen niet wil ervaren, want wat heeft het dan voor nut, is Jordi nu standaard maar een aantal sneeën brood extra mee gaan nemen voor het geval dat hij weer moet overwerken, dat hij in ieder geval proviant energieleverende voeding, zoals wij dat leren, mee heeft om die extra uren te overbruggen. In de hoop dat hij dan die energiedip die hij hiervoor ervoer wanneer hij moest overwerken maar niks extra's mee had, zou kunnen voorkomen. Maar wat heeft Jordi ervaren sindsdien? Sinds hij die extra snee in brood meeneemt en hij dat ook al regelmatig toe heeft moeten passen omdat hij alsnog wederom regelmatig over heeft moeten werken. Dat hij niet zozeer, wat hij verwacht had, een hoger energieniveau heeft aan het eind van de dag. Ondanks dat hij wel voeding, sneeën brood, extra mee heeft en eet op die dag inmiddels. Waarvan we leren, graanproducten leveren energie. Dus de vraag van Jordi is, hoe kan het dat terwijl ik inmiddels extra inspeel, goed inspeel, naar mijn beleving althans, op mijn overwerkuren door extra brandstofleverende voeding, graanproducten, sneeën brood, energieleverende voeding zoals we dat leren meeneem, mijn energieniveau, waarvan ik eerder merkte toen ik dat niet meenam, welke erg daalt in de loop van zo'n lange dag, dat deze nog steeds daalt en dat ik dat dus niet op peil kan houden middels hetgeen ik nu extra meeneem. Nou, Jordi, we moeten het gaan hebben over energie. Wat is een voorwaarde om, wat zijn voorwaardes, om energie te kunnen ervaren? Want wat merk jij? Jij hebt beredeneerd, jij hebt geleerd dat wanneer je brandstofleverende voeding, granen, bronnen van koolhydraten consumeert, jij energie hebt, maar jij ervaart niet extra energie, ondanks het meenemen van extra sneeën brood. Hoe kan dat? Nou, energie, wanneer zul je dat ervaren? Energie zul je pas ervaren wanneer de verbranding van brandstof in de mitochondriën van jouw cellen tot het molecuul, het energiedragende molecuul ATP, goed verloopt in jouw lijf. Nu is het zo dat graanproducten zoals brood, die extra sneetjes brood die jij meeneemt, daarvan leren we dat is brandstofrijke voeding. Koolhydraten zijn brandstoffen. Brandstoffen, hoorde jij zo juist, zijn nodig in de mitochondriën van jouw cellen. Die moeten verbrand worden voordat jij energie zult kunnen ervaren. Maar dat betekent niet, heb je al wel gemerkt, dat de consumptie van brandstofrijke voeding betekent dat je daarna, wanneer je dat hebt geconsumeerd, energie zult ervaren. Want wat is daar dus voor nodig? Daarvoor is een
goede vertering van die brandstofrijke voeding nodig. Daarvoor is een goede opname van die brandstoffen in jouw lijf, dus doorheen jouw darm wat nodig. Daarvoor is een goede verdeling van die brandstof over de weefsels en cellen waar een energietekort heerst of dreigt nodig, zodat die brandstoffen in de mitochondriën opgenomen kunnen worden en daar verbrand kunnen worden. En daar is uiteindelijk die verbranding van die brandstof voor nodig. Maar het hap, hap, hap consumeren van een graanproduct, een bron van brandstof, betekent dus niet, zoals ook wel eens op verpakkingen staan, een bron van energie. Want daar zijn dus meerdere stappen in jouw lijf, meerdere processen voor nodig, die wel ook goed moeten verlopen. En laat het nou zo zijn dat jouw lijf een werkingsmechanisme heeft. En dat werkingsmechanisme dat is nogal afhankelijk van een zeker evenwicht in jouw lijf. Een evenwicht genaamd homeostase. Dat evenwicht moet eerst heersen in jouw lijf, wil er een goede verdeling van brandstof vanuit jouw bloedbaan over jouw weefsels en cellen plaats kunnen vinden, willen jouw cellen die dat nodig hebben over brandstof kunnen beschikken en die vervolgens ook in staat zijn te verbranden tot ATP. En ja, dan pas zul jij energie ervaren. Dat is dus afhankelijk van een evenwicht in jouw lijf. Want jouw lichaam gaat niet brandstof hartstikke mooi zitten verdelen. Brandstoffen vanuit jouw bloedbaan naar alle weefsels en cellen die zeggen, hallo, ik heb brandstof nodig, want ik mis energie. Wanneer dat zou betekenen dat jij dan geen brandstof meer in jouw bloedbaan zou hebben. Of bijvoorbeeld geen vocht. Meer, want de opname van glucose in jouw cellen doet bijvoorbeeld ook betekenen dat de vocht jouw cellen ingaat. En ja, als dat zou betekenen dat dan jij geen vocht meer in je bloedbaan hebt en je bloeddruk daalt, dan val jij dood neer. Dus jouw lichaam is altijd bezig eerst dat evenwicht in je bloedbaan, een ideale voedingsstofsamenstelling in je bloedbaan, te bewaken. En als dat heerst, dan kan de verdeling en het verbruik van brandstoffen in jouw lijf en dus het ervaren van energie goed gaan. Wanneer jij dan ook merkt, Jordi, dat jij bronnen van brandstof, waarvan we leren een bron van energie, extra te hebben geconsumeerd, ga ik zo weer uitzetten, maar geen energie te ervaren, dan betekent dat dus dat kennelijk dat evenwicht in de tussentijd in jouw lijf niet is. Waar is dat evenwicht van afhankelijk? Van de optimale aanwezigheid de hele dag door van essentiële voedingsstoffen. Dat zijn bouwstoffen. Dus wanneer jij sneeën brood meeneemt gedurende de dag, bronnen van brandstof, geen bronnen van energie dus, heb je gemerkt, maar essentiële stoffen doorheen jouw dag ontbreken en met als gevolg dat het evenwicht in jouw lijf niet goed behouden kan blijven, dan zal die bron van brandstof alsnog niet tot extra energie de productie van ATP uit de verbranding van brandstof in jouw cellen plaats kunnen vinden. En zul jij dus geen energie ervaren.